altijd goed drinken, zei mijn moeder tegen mij. Of dat onderdeel is van Raja Yoga opvoeding, dat kunt u zelf na deze lezing beoordelen. Goedemorgen allemaal. Inderdaad, hoe herken je de ontwikkelingsfase in het reïncarnerende kind? In de vorige lezing hebben we met u het beeld opgebouwd van cyclische ontwikkeling. De mens is een reïncarnerend wezen die met zijn vrije wil, leven na leven, steeds meer van het grenzeloze bewustzijn ontwikkelt wat hij in essentie is. Ons karakter is dus opgebouwd op basis van vele incarnaties. Reeds miljoenen jaren gaan we dit proces van evolutie van onszelf als menselijk bewustzijn. In deze lezing laten we zien hoe dat ontwikkelingsproces verloopt in het groot en in het klein. Want elke nieuwe incarnatie herhalen we dit proces van geboorte tot volwassenheid. We doorlopen dan de volledige geschiedenis van onszelf gedurende vele incarnaties als mens, maar dan versneld. En dat is precies de sleutel van Raja Yoga opvoeding, waar we ook deze lezing mee zullen eindigen. In de lezing hiervoor hebben we u ook verteld dat we als menselijk bewustzijn ons leven na leven ontwikkelen door steeds meer van het onvergankelijke, het geestelijke deel, te ontplooien. Daarmee leren we het vergankelijke deel, onze persona, beheersen en veredelen. Om iets meer in detail te tonen hoe dat ontwikkelingsproces precies verloopt, delen we die indeling in onvergankelijk, lerend en vergankelijk verder op in zevenen. Dit zijn de zeven universele beginselen van ieder wezen. In hun Sanskriet benamingen onderaan beginnend het Stula Sharira, oftewel het fysieke beginsel, het Linga Sharira, het gevoel of het astrale beginsel, Prana, het levensbeginsel, Kama, de begeertekracht, Manas, het denkvermogen, Buddhi, het geestelijk beginsel of verlichtingsbeginsel, en tot slot Atman, het goddelijk beginsel, het kosmische dat we in essentie zijn. De mensheid ontwikkelt als bewustzijn nu het vijfde beginsel, het manas of denkvermogen. Vandaar dus ook het woord mens. En ook dat manasische beginsel is zevenvoudig. Via ons denkvermogen kunnen we zo deze zeven beginselen herkennen aan de hand van zeven denkaspecten. Ook weer onderaan beginnend kunnen we het lichamelijk denkaspect allemaal herkennen als we bijvoorbeeld honger of dorst hebben, het warm of koud hebben. Het emotionele denkaspect herkennen we als onze gevoelens of emoties die opgeroepen worden als we op onze zintuigelijke waarneming afgaan. Angst, woede, euforie, etc. Het pranische denkaspect kunnen we herkennen als vitaliteit. Het doen zonder te denken, het niet stil kunnen zitten, gehaast zijn, etc. Het kamische denkaspect staat voor de begeerte. Het verlangen naar bezit, status, naar roem, maar ook bijvoorbeeld naar wijsheid, naar vrede, naar eenheid. Het manasische denkaspect is het intellectuele, het categoriseren, het definiëren, 2 plus 2 is 4 denken, in hokjes stoppen. U kent het wel. En het boeddhische denkaspect kunnen we bij onszelf herkennen door middel van het inzicht of de intuïtie, het begripsvermogen. Het is de samenhang zien en direct de relatie begrijpen van de delen met het grotere geheel. Zoals je in plaats van, als je naar een schilderij kijkt, allemaal afzonderlijke verfstreken ziet, eigenlijk één beeld op je overkomt wat de schilder heeft geprobeerd weer te geven. En tot slot het atmische denkaspect, oftewel het eenheidsbesef. En dat zijn eigenlijk nog de heel zeldzame mystieke ervaringen waarin de mens zich volledig vereenzelvigt met het geheel dat hij eigenlijk is en zijn persoonlijkheid daar dus ook in oplost. Het besef één te zijn met de natuur, als je bijvoorbeeld in contact staat met een mooie sterrenhemel of een ander stuk natuurschoon, dat is daar een kleine hint van. Nou, als we terugdenken aan het reïncarnatieproces dat Barend
hiervoor heeft uitgelegd, dan heeft u gezien dat er delen zijn die we bij de dood achter ons laten en delen die de dood ontstijgen. In dit laatste noemen we dus de werkelijke mens of het reïncarnerende deel. En nu kunnen we volgens die zevendeling aanwijzen dat die hoogste drie denkaspecten gezamenlijk dat reïncarnerende deel van de mens kenmerken. Het zijn die aspecten die gericht zijn op de eenheid van het leven, die eerder onzelfzuchtig van aard zijn en duurzaam zijn. De lagere vier aspecten horen bij onze persona, de tijdelijke rol die we gedurende een leven spelen. Ze zijn meer gericht op het vergankelijke en eerder zelfzuchtig van aard. Maar alle denkaspecten hebben hun plaats en spelen een rol. Een mens is in harmonie, zeggen wij, als de hogere aspecten leidend zijn over de lagere en de lagere dus dienend zijn aan de hogere. Die zeven beginselen spelen in de ontwikkeling of evolutie van de mensheid een sleutelrol. En dan hebben we het niet over alleen die fysieke evolutie zoals we dat allemaal uit de biologieles kennen. Evolutie betekent namelijk letterlijk uitwikkelen of ontwikkelen. En dat houdt in dat er dus ook iets moet zijn dat zich daarvoor heeft ingewikkeld of zich involueert. En dat is, zoals Barend al vertelde, het bewustzijn. Het is het bewustzijn dat zich kleedt in de stof, dat een instrument opbouwt, de persona, waarmee dat bewustzijn haar vermogens tot uiting kan brengen. Evolutie en involutie zijn dus twee aspecten van één en hetzelfde proces. Het geestelijke involueert, of wikkelt zich in, wortelt in, waardoor de stof of het voortuigelijke kan evolueren of ontwikkelt. En als dat zijn hoogtepunt bereikt, dan zal die stof vervolgens involueren of inwikkelen, terwijl dat geestelijke deel verder gaat evolueren. U kunt die cyclus van involutie en evolutie, van het geestelijke tegelijk met de evolutie en involutie van het stoffelijke, in een volledig menselijk leven eenvoudig herkennen. Grofweg is de eerste helft van het leven voornamelijk gericht op het opbouwen van de uiterlijke kant. En dan bedoelen we daar niet alleen maar het lichaam mee, maar ook bijvoorbeeld het studeren voor een baan, het vinden van werk, een partner, een eigen woning vinden en ook het stichten van een gezin. Het tweede deel van het leven is bij een harmonieus mens meer gericht op de innerlijke ontwikkeling. Het zo goed mogelijk invullen van ouderschap bijvoorbeeld, het leiding geven of overdragen van kennis op het werk, het overdragen van levenslessen op kinderen en kleinkinderen en misschien ook wel na je pensioen weer volledig inzetten voor een ideaal. Nu doorlopen we tijdens het leven meerdere van dit soort cycli, waarin je dus ook al die zeven aspecten kunt herkennen. En zo kun je cycli herkennen van 12 jaar, van 7 jaar, van 3,5 jaar, van een jaar, maar zelfs ook van een dag. Deze cycli zijn universeel voor alle groei en ontwikkeling van leven. Interessant om voor jezelf eens na te gaan. Gaat het om opvoeding, dan is er één cyclus die voor ons het belangrijkste is. En dat is de cyclus die we als mens gaan vanaf het begin dat we het menselijk bewustzijn bereikt hebben, tot we uiteindelijk het menselijk bewustzijn volmaakt tot uitdrukking brengen. En tijdens al onze vorige incarnaties zijn we specifiek tot één bepaald punt beland in die hele grote evolutiecyclus, waar we nu dus tijdens dit leven zijn aanbeland. Maar net als in elke klas zijn er ook in deze ontwikkeling voorlopers en achterlopers. Maar gemiddeld zijn we in deze denkschool, waarin we dus als mensheid dat manas, dat denkvermogen ontwikkelen, volgens de Theosophia gevorderd tot de vierde klas. En in die vierde klas staat het denken dus in het teken van het vierde beginsel, de begeerte. Maar we zijn daarin grofweg net voorbij de helft van het schooljaar, zoals we zo ook zullen laten zien. En je ziet die combinatie van begeerte en denken bijvoorbeeld in het terug in de grote groei van technologische innovaties. Zodra we iets uitvinden waar we ons denken dan voor gebruiken, kijken we, ja, hoe kunnen we daar
centjes mee verdienen. He, wordt het in dienst gezet van de begeerte. Ik ga nu met u die zeven fasen één voor één door. Dus we lopen die in een evolutietocht van ons als mensheid. Van beginnend denker tot uiteindelijk universele, volmaakt goddelijke mens, zou je kunnen zeggen. Door tot waar we in die evolutie gekomen zijn als gemiddelde mensheid. En we hebben als menselijke bewustzijnen dus de involutie of inwikkeling van het goddelijke of atmische aspect of eenheidsbesef gehad, waarbij het lichamelijke aspect evolueerde of ontwikkelde. Vervolgens is het boeddhische aspect of het inzicht geïnvolueerd, terwijl het astrale of linga-sharira of gevoel evolueerde. Dit werd gevolgd door de involutie van het denkvermogen of intellect en de evolutie van prana of de vitaliteit. En nu hebben we het dieptepunt van materiële evolutie met de involutie van de hogere begeerte en de evolutie van het lagere karma net achter de rug sinds een aantal miljoenen jaren. We zijn toen de zogenaamde stijgende boog of spirituele boog gestart met de evolutie van de hogere begeerte tegelijkertijd met de involutie van de lagere begeerte. En binnen die begeertefase zijn we opgeklommen tot de evolutie van het intellect. Oftewel, het is nu de geestelijke kant die onze ontwikkeling als bewustzijn bepaalt. Of beter gezegd, zou moeten bepalen als we in harmonie met de natuur willen werken en ook het intellectuele, het inzicht en het eenheidsbesef verder willen evolueren. Waarom is kennis van deze cyclus zo belangrijk voor de opvoeding? Het onderwerp van dit symposium. Omdat we vanaf de geboorte tot de volwassenheid deze hele in- en evolutiegeschiedenis van onszelf dus in het klein versneld doorlopen. En net als we dus in een les starten met het snel herhalen van de stof van vorige lessen en dit weer voor de geest halen, zo doen we dat dus eigenlijk ook elke incarnatie weer. En dat is wat we de recapitulatie van bewustzijn noemen. Het proces in de jeugd waarin we dus versneld onze ontwikkeling weer activeren. En waar we kinderen, onze oud-collega's dus uit vorige incarnaties, met de juiste kennis en de passende methode dus behoorlijk mee op weg kunnen helpen. Dat woord recapitulatie, dat wordt ook wel gebruikt in de biologie. Waarin we zien dat embryonale ontwikkeling ook versneld een proces doorloopt, waarin de ontwikkeling van verschillende lichamen in de natuurrijke te herkennen is. Van een primitief, eencellig, eenvoudig organisme, via diverse dierlijke vormen tot uiteindelijk een compleet menselijk lichaam. Maar u begrijpt dat dat slechts de meest stoffelijke, de laagste kant is die we hier waarnemen. Maar terwijl dat involueert, weten we nu dat er dus op de achtergrond, in het verborgene, eveneens iets plaatsvindt. Nou is het zo dat in de huidige materialistische wetenschap de nadruk vooral ligt op wat we uiterlijk waarnemen. Maar innerlijk involueert er dus iets wat minstens zo interessant is als we daar oog voor hebben. Nog interessanter als je bedenkt dat de uiterlijke kant er het gevolg van is. En daarom is vanuit opvoeding gezien juist die geestelijke bewustzijnskant essentieel. Omdat het geestelijke bewustzijn maakt wie we eigenlijk in essentie zijn. Het omvat die aspecten behorende bij het reïncarnerende, duurzame deel in onszelf. We gaan daarom nu kort dit proces van recapitulatie van bewustzijn na, zoals dat elke incarnatie geschiet. En we geven u daarbij slechts een korte schets, want we zullen in komende lezingen en workshops apart stilstaan bij de belangrijkste fase in dat proces. Omdat het leven cyclisch is, is er in zekere zin geen vast start- of eindpunt. Maar het reïncarnatieproces is bij de lichamelijke geboorte dus ook al enige tijd gevorderd. Maar tegelijkertijd kun je die geboorte zelf ook wel weer zien als de start van een cyclus. Dus we nemen de geboorte nu als startpunt en de volwassenheid als eindpunt, waarin we dus die verschillende fasen van recapitulatie kunnen onderscheiden aan de hand van die zeven denkaspecten. Goed, wat gebeurt er bij de geboorte? Nou, wat we meestal waarnemen, uiterlijk, is dat breekbare babylichaampje. Het lichamelijke dat zich evolueert, dat ontplooit
En dat ook al snel op allerlei manieren de lichamelijke behoeften van honger, dorst en slaap laat zien. Of laat horen, beter gezegd. We kunnen echter ook het atmische herkennen dat op de achtergrond involueert. Bijvoorbeeld aan de heilige sfeer die een pasgeboren baby omgeeft en die een beroep doet op het mededogen van iedereen in die omgeving. En een baby zelf kent ook nog zelf geen afgescheidenheid en is onzelfbewust nog één met alles. Er is dus nog geen ik, nog geen dualiteit, geen ik ben ik en dat is de ander. Hoe dat verder in zijn werk gaat in die fase gaan we in een volgende lezing zien. Het jonge kind ontwikkelt zich zintuigelijk verder en wordt al snel gevoelig voor stemmingen. Zo begon een kleinkind in haar kinderwagen bij een route die zijn ouders steeds liepen in de buurt van een huis, steeds bij een vast punt te huilen. En later bleek dat er precies op dat punt een slachthuis zich bevond. En ook kunnen kinderen op jonge leeftijd nog gevoelig zijn voor invloeden uit de astrale sfeer en snel last hebben van emotionele spanningen en bijvoorbeeld nachtmerries. Het is ook de reden waarom sommige kinderen op die leeftijd met herinneringen komen aan vorige levens. Herinneringen die meestal vanzelf weer voorbij gaan. Het is raadzaam om juist niet te veel op die gevoelskant gericht te zijn, maar om het zich involuerende boeddhische aspect of begripsvermogen van dat reïncarnerende deel, om dat te stimuleren. Zo worden dus grondwaarheden als de cycliciteit van het leven of reïncarnatie, of de wet van herstel van harmonie of karma, of de eenheid en de gelijkwaardigheid van leven, meestal direct begrepen door het jonge kind, mits dat in de taal van het kind duidelijk wordt gemaakt. En in sprookjes die gebaseerd zijn op dat soort grondwaarheden voelen kinderen ook direct het verschil tussen goed en kwaad en kunnen dat ook betrekken op zichzelf. Ook is een belangrijk punt in deze fase het eerste besef van het ik. Zodra een kind ik gaat zeggen, kunnen we het kind leren dat het ik altijd een plaats en functie heeft in het geheel. Iets waar het jonge kind ook meestal direct naar op zoek is. Het wil zowel meedoen als dingen zelf doen. Het natuurlijke moment om het mededogen, het besef van verbondenheid en de eigen verantwoordelijkheid in het kind aan te spreken. Naarmate het kind ouder wordt, ontwaakt ook langzaam het geweten. Die ethische wijsheid die reeds in vorige incarnaties bewust tot ontwikkeling is gebracht. En daarmee kunnen de opvoeders het kind direct de mogelijkheid geven om zichzelf te gaan beheersen. En in de vierde lezing komt dit verder aan bod. Bij het schoolkind zien we dat het zelfstandig denken actief wordt zo rond ongeveer 7 jaar, gemiddeld. De kinderlijke pranische vitaliteit is duidelijk ontwikkelend, maar kan reeds gestuurd worden door het denken dat zich involueert. Je hoort kinderen in die fase dan ook wel zeggen, ik denk de laatste tijd zoveel. Het kind wil van alles onderzoeken. De hogere kennis van het reïncarnerende deel wordt dan weer actief. En dat schoolkind komt verder in de eerste lezingen van morgen aan de beurt. De fase waarin de begeerte van het denken omklapt van het lage, op het zelf gerichte, vergankelijke deel naar de hogere, onzelfzuchtige aspecten, dat is de fase van de puberteit. De spanningen zijn dan ook het grootst in deze fase. Het is de herhaling van het tijdperk dat in het teken van begeerte stond in de geschiedenis van de mensheid, waar we door het dieptepunt van materiële ontwikkeling zijn gegaan en de opwaartse tocht van geestelijke ontwikkeling zijn gestart. We zien ook dat de puber aan de ene kant de aantrekking heeft naar het lagere en op zichzelf gericht is, op zijn eigen identiteit en zijn plek in de groep. En aan de andere kant wordt hij bewust van de eenheid van de wereld en worden zijn idealen weer wakker. Zijn aspiraties om een betere wereld te realiseren. Het is de eerste aanzet tot het opbouwen van een zelfstandige visie op het leven. We kunnen ook hier als opvoeders de geestelijke kant stimuleren en de puber helpen zijn idealen zelfstandig vorm te geven, waarmee hij dus zijn eigen persoonlijkheid leert beheersen. De mate waarin hij in de vroege jeugd al het onderscheid heeft geleerd tussen de twee kanten in zichzelf en zichzelf dus van jongs af aan daarmee heeft kunnen leren beheersen, draagt natuurlijk bij aan het succes waarin dat in de puberteit lukt. En dit zullen we morgen in de 7e lezing verder toelichten.
In het laatste stadium van de jeugd tot volwassenheid zien we dat het denken een steeds grotere plaats inneemt en daarmee dus ook die begeerte gaat beheersen. De jongvolwassene maakt zelf de keuzes voor studie of werk, neemt steeds meer verantwoordelijkheid en gaat wellicht het huis uit om het leven verder zelfstandig in te vullen. Volwassenheid is dan het punt waarop we alle in voorgaande incarnaties ontwikkelde vermogens weer volledig tot onze beschikking hebben en doorgaan om die verder te ontwikkelen. En daarover gaan we het uiteindelijk in de laatste lezing van morgen hebben. Goed, wat betekent deze kennis voor u als opvoeder? Precies de toepassing van deze kennis is de essentie van de Raja Yoga opvoeding. Waar yoga dus voor eenwording staat, staat Raja Yoga, de koninklijke yoga, dus voor de eenwording door beheersing van het denken. Wat inhoudt dus dat die hogere denkaspecten, die behoren bij het reïncarnerende deel, de beheersing hebben over, de koning zijn zou je kunnen zeggen, over die lagere denkaspecten, behorend bij de vergankelijke persona. Onze stelling is dus dat de mens in harmonie is als zijn tijdelijke persona ten dienste staat van het reïncarnerend deel. En we dagen u uiteraard uit om dit zelfstandig te onderzoeken en dit niet zomaar van ons aan te nemen. In de workshop gaan we dan ook met elkaar aan de slag om deze aspecten te leren onderscheiden. Want we kunnen die hoge aspecten in het kind alleen herkennen en activeren als deze ook actief in onszelf leven. We hebben gezien dat we als gemiddelde mensheid nog maar net aan de ontwikkeling van die hogere aspecten zijn toegekomen. En dat verklaart tevens dus ook de disharmonie in deze wereld. Desalniettemin biedt deze kennis ons de mogelijkheid om al vanaf het eerste moment van opvoeding, en in zekere zin is dat eigenlijk elk moment, om dan gericht te zijn op die hogere aspecten, om die zo efficiënt mogelijk weer in het kind, onze oud-collega, wakker te maken. Want tijdens de recapitulatie, waarin het bewustzijn door de gebieden gaat van in- en evolutie, kunnen en dienen beide kanten van de mens aandacht te krijgen. Het zijn de twee kanten van opvoeding die we ook wel aanduiden met de begrippen instructie en educatie. En daarmee zal ik ook deze lezing eindigen. Instructie dat letterlijk opbouwen betekent, wat het aanreiken is van levende bouwstenen, van fysiek tot mentaal-geestelijk, dus van gestampte worteltjes tot de meest edele idealen en basisprincipes. En daarmee stel je dus het kind in staat om zijn eigen persona weer op te bouwen. Instructie houdt ook in dat we het kind beschermen tegen die bouwstenen, zowel fysiek als mentaal, die daarin of daarvoor voor die groei belemmerend zijn. Dus minstens zo streng als we zijn in de selectie van het voedsel voor onze kinderen, zou dit dus moeten gelden voor de sfeer waaraan we ze blootstellen, zowel op mentaal als spiritueel gebied. En parallel aan instructie werken we dus aan educatie, wat letterlijk uitleiden betekent, waarmee in essentie bedoeld wordt het opnieuw contact leggen met en naar buiten leiden van die hogere aspecten die reeds in de werkelijke mens, oftewel het reïncarnerende deel, aanwezig zijn. En dan hebben we het over de spirituele wil, oftewel de vrije wil, gericht op of geleid door de geestelijke kant. Dan hebben we het over de hogere kennis, over het geweten en ook over het mededogen, ofwel het praktisch eenheidsbesef. Een goede educator is dus slechts een vroedvrouw, zoals Socrates zei. Een spirituele vroedvrouw, om het specifieker te zeggen. In zekere zin zou instructie dus altijd ten dienste moeten staan van educatie. We reiken dus die bouwstenen aan waarmee het reïncarnerende deel weer leidend kan worden en zichzelf verder kan ontwikkelen. In komende lezingen zullen we u voorbeelden geven hoe u deze kennis als opvoeders kunt toepassen en kunt u uw eigen inbreng uiteraard ook geven in de workshops. Dank voor uw aandacht. Oké, dames en heren, voor u gelegenheid om vragen te stellen aan Erwin. Overduidelijk? Zo'n helder verhaal, oké. Okay. Was dit instructie of educatie? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik ben al heel lang bezig, maar daar heb ik het nou niet over. Ik denk dat de tijd nu rijp is en voordat ik deze planeet ga verlaten, wil ik graag, misschien dat er ook mensen hier in de zaal zijn die diezelfde richting uitdenken,
De tijd is rijp hier in Nederland voor een nationaal historisch museum. Ik wil daar TZT nog wel over praten. Zou het over de lezing van Erwin kunnen hebben, mevrouw? Ja, maar daar zit juist de quintessens van het geheel in. Want hoe vul je dat in? En ik denk zelfs nog terug aan al die beschavingen, tussen aanhalingstekens, die we hier op deze planeet hebben laten. Atlantis, enzovoort, enzovoort. Het wordt dus tijd dat jullie kosmisch gaan denken en dat jullie veel verder reiken dan alleen deze aarde. Dank u. Nou ja, om daar toch even op te reageren. Als u goed geluisterd heeft, dan zijn we in zekere zin zelf allemaal een historisch museum. He, ons reïncarnerende deel heeft al die lessen van afgelopen levens natuurlijk steeds meegenomen. En die kunnen we ook weer actief maken. En zelfs ook bij anderen actief maken, volgens die principes van Raja Yoga opvoeding. Dank u wel. U heeft het, jullie hebben het, over de reïncarnerende deel. Ja. En die bestaat al miljoenen jaren. Ja. Als ouder van kinderen, zie je het verschil in je kinderen als ze geboren zijn en als ze opgroeien. Dan zie je dat de ene een oude ziel is, om zo plat te zeggen, en de andere een jonge ziel. Wat is het verschil daarin? U zegt dat en u vraagt mij om dat te beantwoorden. Kijk, je kunt natuurlijk. Je kunt natuurlijk, dat wordt wel eens gezegd met een oude ziel, dat er iemand al van jongs af aan veel wijsheid naar voren brengt. Hè? Dan zie je dus dat er inderdaad uiteraard verschillen zijn op het moment dat mensen zich ook meer op een bepaalde kant in het leven richten. Hè? Meer de achterliggende kant, het bewustzijn, het geestelijke aspecten, hè? Die hogere denkaspecten in onszelf. Dat je daar dan ook een versnelling in gaat krijgen. En zo is het natuurlijk zo dat de een in dezelfde aantal incarnaties veel verder is dan de ander. Maar we hebben altijd de vrije wil en altijd de mogelijkheid om daar ook weer richting in te geven. En sterker nog, we staan ook niet los van elkaar, dus daar helpen we elkaar ook bij. Dus het is ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij, ja, in zekere zin zijn we ook inderdaad in deze wereld die helaas nog vol disharmonie is, daar ook voor verantwoordelijk, want we zijn hier ook geïncarneerd. Dus we hebben hier ook een functie. Dus wij kunnen ook door ons eigen leven richting geven, ook weer anderen inspireren om datzelfde te doen. Ja, en zo langzaam maar zeker lossen we dat op. Ja. Kan het ook zijn dat de ene ziel veel levens voor dit heeft gehad en een ander? In zekere zin gaan wij niet uit van vaste aantallen, want wij zeggen het leven is cyclisch en eigenlijk in essentie oneindig en eeuwig. Dus we hebben allemaal oneindig aantal incarnaties achter de rug, niet alleen als mens, maar ook nog uit andere natuurrijken die wij hebben ontwikkeld, waarin we bepaalde aspecten van dat bewustzijn ontwikkeld hebben. Dus je kunt alleen maar spreken van een relatief verschil. En dat is dus helemaal niet in aantal, maar dat is vooral, denk ik, in kwaliteit. Wat doe je met de tijd die je gegund is? Ik denk dat we onze tijd nu. Dankjewel, Erwin. Ja. Onze tijd moeten gaan gebruiken voor onze workshop. We hebben een aantal parallel workshops. U heeft bij